Welkom terug bij Thuis in Limburg met nog steeds sport en muziek vanaf vakantiepark de Weerterbergen in Weert. En ik sta hier midden tussen de Maastrichtse band Zizoom en ik sta langs Roger Steins. Roger, ik moet zeggen de David Beckham lookalike, want je lijkt er nog steeds een beetje op, maar je hebt er heel veel op gelikken. Ja, vind je nog steeds, ja? Ja, ik vind het nog steeds wel een klein beetje... Nee, lukt wel. Nee, ik heb dat gedaan, ja. Dat heb ik in 2003 heb ik dat gedaan. Vertel even heel snel hoe dat kwam. Nou, heel kort. Ik liep in Barcelona, liep ik op de Ramblas. En ik stond in een tijdschriftenzaak. En op een gegeven moment, toen zijn mijn ouders, die waren bij me. Die zeiden van, god, daar staan allemaal buitenstaander paparazzo's. En ik draai me om en het klopt ook. Er waren echt heel veel mensen die waren van mij aan het fotograferen. En die dachten dat ik David Beckham was. Maar heb je bewust zo gekleed en geknipt als David Beckham? Je hebt ook een aantal tattoos, ja, die zien we nou niet, maar die ja, zien ja, ja. Nee, helemaal niet. Nee, er waren wel mensen die zeiden van, goh, je lijkt hem op hem. Maar dan ga ja, zien inmiddels foto's van die periode. Ja, ja, dat is die periode toen ze inderdaad gingen zeggen van, goh, daar moet je iets mee doen. En toen heb ik inderdaad fotoreportages gehad en ja, dan zie je daar, ja, dan ga je daar gelijkenissen uithalen. En dan, ja, dan heb je zoiets van, ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Ja. Ik las dat en ik denk, één vraag moet ik hem stellen. Die Rebecca, dat kindermeisje van David Beckham, hè? Ja. Kenden ze het verschil tussen jou en Beckham? Of heb je haar ook al eens... Goh, dat is wel... Nou ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over zeggen. Nee, natuurlijk, ik was beter. Je was beter. Maar je hebt er ook op een goede manier misbruik van gemaakt? Ja, een beetje. Ja? Ik ben niet iemand die... Dat zit niet in mijn persoon, om van anderen ja, misbruik te maken. Maar een klein beetje wel, toch wel. Nou, je maakt van elkaar gebruik dan. Ja, ja, daarom. Ja, ja. En je bent ook van de Manchester United ja. fanclub ja. uit het Maastrichtse zelfs. Ja. Er is in Maastricht ja. een Man United fanclub. Ja, ja, ja. Eigenlijk in Nederland. We hebben een paar shirts, hè. Laat eens even kijken. Jouw assistentes. Mijn assistentes, ja, dat heb ik heel makkelijk gedaan. Kijk, ja. Jouw foto erop. Beckham. Ja. Fantastisch. Ja. Nee, ja, wij hebben met een aantal vrienden in Maastricht hebben wij een Nederlandse een fanclub voor, in ieder geval Maastrichtse fanclub, de MUM. De Man United, de Maastricht United Maniacs. Dat is gesticht door Mark Musson, een vriend van mij. En wij zijn eigenlijk, van 2004 zijn wij ja, met een heel groepje waar we iedere wedstrijd van Man United kijken. Ja. En we gaan natuurlijk naar uitwedstrijden van Manchester. Ja, fantastisch. Ja, super. Dat heeft niks met David Beckham te maken. Ik vind een hele mooie voetballer. Maar de voetbalclub Man United, dat spreekt me heel erg aan. Dat zit in het hart. Ja. Ja. Ik ga even naar jouw collega's, Marley en Jos van Erpmalen. Heb je ook wat met voetballen? Want jij lijkt me zo'n type... Nee, ik ben meer de voetbalvrouw. De voetbalvrouw? Ja, ja ik geniet van het geld. Nee, dat is flauwekul. Nee, ik heb eigenlijk heel weinig... heel weinig. Ik vind het nu heel erg leuk om inderdaad de voetbalwedstrijden te volgen. Nu met het EK... En ik ga graag de kroeg in. Ik vind het heel gezellig om wat te drinken tussen de jongens in. Want ik vind het wel nog altijd heel erg leuk om ja, gewoon met de jongens lekker op stap te gaan. Dus daar geniet ik van. En natuurlijk als Nederland, als Holland wint, dan hebben we een groot feestje. Dan kijk je. Ja, dan ben dus ik je hebt wel zaterdag bij. Een vervelende avond gehad? Nee. Niet? Nee. Ik ga ervan uit. Dit was even het inspelen. En de rest komt. Wij gaan helemaal winnen. En zeker woensdag dan gaan we met 5-0 gaan we helemaal winnen. Absoluut. Het komt er wel. Het is een kwestie van geduld, zoals dat was een andere bekende band het heeft, ooit heeft gezegd. Maar het komt, het komt. Geduld, Marley, jongens, geduld. Jij hebt er echt verstand van, dat hoor ik al. Absoluut. Jos, jij hebt er ook verstand van? Ja, behoorlijk. En zoals Roger ben ik ook jarenlang als lookalike door het leven gegaan. Van Willy Brokerham. Van der Willy? Ja, jawel hoor. Dat begint al een beetje te komen. Dus, Willy. Zij noemde mij Willy hoor. Als ik binnenkom, dan komt Willy hier. Net zo flabbiant als Willy? Nou, iets minder waarschijnlijk hoor. Nee, zonder flauwekul. Mijn voetbalverleden is een jaartje bij RKVVL. Maar ik speelde als kleine jochie daar. En als de bal aankwam, wist ik niet hoe snel ik van die bal weg moest zijn. Ik was zo bang voor die bal. Hè? Dus ik ben ermee gestopt. Dat is niks voor mij. Ik kijk wel. Lekker passief. Hey, Zizoom bestaat al 26 jaar ruim. Welke wensen hebben jullie nog? Want er is al van alles. Er is een film geweest, een circus. Ja, de eerstvolgende wens wat we nu hebben is een optreden in Flikken, Maastricht. Oké, dat gaat gebeuren. Nee, dus. Is nou oh, nee.
Nee, misschien als lijk wilde ik zeggen, maar dat is... Ja, ben ik ook al, ben ik ook al blij dat, mee. Dat geldt voor je man, dat geldt voor jou. Nee, maar ja, het was gewoon, verleden jaar was het zo'n eer voor ons om bij André Rieu te mogen optreden. En wij gaan gewoon lekker verder met onze optredens. En we zien wel waar we terechtkomen, hoe het balletje rolt. Ieder optreden is leuk, of dat nu voor 30, 40.000 mensen is, of voor 20 mensen. Wij vinden alle optredens leuk. Dus we hopen dat we nog lang kunnen blijven optreden, dat we nog lang gezond blijven. En het ligt aan de fans, dus ik hoop dat jullie ons nog lang leuk zullen vinden. Aan TV Limburg zal het niet liggen, want ze gaan nou optreden voor heel Limburg. Ik zei het straks al, ze hebben begonnen met aan mayonaise. Het is tijd voor de frieten. Hier is Sichuan. Nog een stoel, vol volle pelpen zeer. Nog min ik leesje wit wien, nog min ik leesje beer. Geen ene hem nog een stoel, vol volle amusuur. Dan trek je weer een geven op naar de frituur. En kom er weer dan je meer. Frieten! En het feest beginnen. Frieten met salsa mayonaise. Frieten, frieten met soumes. Frieten, dat is zo niet zo stom. Dat er niemand ziet, nog één ding van veel vrienden. Vrienden! Heeft u vrienden sneller? Vrienden met salsa en mayonaise. Vrienden, vrienden met soumes. Vrienden, dat is toch niks gestopt. Vrienden, leg vinger en leg op. Wilt je dan mee ogen? Heb je baan, die ballen, nasi ballen, flink je tellen, bitter ballen? Nee, vrienden! Wilt je dan mee ogen? Ja, dat waren de vrolijke en energieke tonen van Zichum. Heel mooi. Inmiddels aan tafel aangeschoven Pierre Vermeulen, ex-international, gespeeld bij Roda JC, Feyenoord, MVV, Paris Saint-Germain en nog een aantal Franse clubs. Pierre, welkom. Dank u wel. Nou, voordat ik over die clubs wil beginnen, wat doe je tegenwoordig nog, Pierre? Momenteel ben ik bij TV Limburg. Heel goed, heel goed. En daar heb ik 3 dagen voor geoefend. En... Ik zit in de voetballerij. Wat houdt dat in? Ik weet dat je bij, in Brunssum bij de Leeuw werkzaam bent geweest bij de Ajax. En komend seizoen volgens mij de mannen van het eerste. Ja, dus ik moet de jongens begeleiden die ik naar het eerste gebracht heb. En dat is een leuke opgave. Ja, die aatjes bijgeschaafd en die ga je nou in het eerste inzetten. Ja, nou komen de fijne kneepjes. Ja. En doe je ook nog wat voor Roda? Want ik zie je steeds vaker bij Oud-Roda meedoen. Ja, ook. Heel gezellig. Met wedstrijdjes bij amateurclubs. Met jongens die kampioen zijn geworden of 50 jaar bestaan of zo. Ja. Dat is heel leuk om te doen. En tegenwoordig bestaat een voetbalwedstrijd voor ons uit 3 helften, hè? Ja, ja, ja. Waar ben jij het sterkste? Ik was vroeger ook al sterk in de 3e helft. Jij was altijd al sterk. Ja. Okay. Hey Pierre, je hebt een rijtje clubs gehad. Dat is echt om je vingers... bij af te likken vind ik dan Roda Feyenoord. Maar wat was nou, als je terugkijkt, wat was je mooiste tijd bij clubs?
De mooiste tijd was natuurlijk bij Rode JC. Je zegt natuurlijk, maar er staat ook Feyenoord tussen. Ja, dat weet ik, maar dat is het gevolg van. Je moet zo zien, bij Roda word je, naarmate je ouder wordt, word je groter, sterker. Je leert van alles. En het gevolg daarvan is natuurlijk dat je goed wordt. En dan zo goed wordt dat Feyenoord komt. Ja. Dus de beginperiode is wezen de mooiste tijd. Je rijpt en dan de vruchten pakken. Hè? Ja. Ja, jij bent altijd al een pingeldoos geweest. Ja. Je zocht altijd het duel op. Ja. Probeerde de tegenstander uit te spelen linksbuiten. En had je bij Roda het geluk, denk ik. Tegenstander voorbij en dan die bal over de pot. Ja. Dat stond Dick Nanninga. Ja, we trainden door de week veel op passeerbewegingen en voorzetjes op Dick Nanninga natuurlijk. Ja. En we wisten, als we thuis speelden, we hadden zo'n 10.000 toeschouwers in die tijd. Op Calais toen? Op Calais. Ja. En de mensen verwachten spektakel. En het was een beetje Engels systeem. Vanaf de vleugels, bal erin pompen. En toen kwam Dick Nanninga. Ja, dat was het natuurlijk appeleitje. Je bent naar Feyenoord gegaan. Ja. Daar ging het eigenlijk ook heel crescendo tot de heer Cruijff kwam. Ja, ja. Als voetballer dan. Ja, ik heb 4 jaar bij Feyenoord gespeeld. Fantastische club. Je kunt het vergelijken met Roda. Ongeveer dezelfde supporters, ook fanatiek. En als het even minder gaat, blijven ze toch achter het ploeg staan. En, bij Feyenoord hebben ze ook koempels. Koempels, ja, daar hebben ze... Hand in hand, kameraden. Daar hebben ze 45.000 koempels. Ja. Maar ja, ze hebben ook een grote stadion natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Maar hoe was het daar? Want het lijkt me toch moeilijk als Zuid-Limburger. Kom je in één keer in Rotterdam. In, ja. Was dat aanpassen voor je? Het is natuurlijk aanpassen. Omdat ik was de enige Limburger. En jongens uit Brabant speelden daar nog. En dan wordt het toch een beetje toch goed opgevangen. Omdat de mentaliteit van Rotterdam te vergelijken is met de mentaliteit van Limburg, zeg maar. Oké. Okay. Komt een beetje het mijn gevoel, zeg maar, de hardwerkende mensen. En in Rotterdam heb je de havenarbeiders. En dat kun je vergelijken. En heb jij je bij Feyenoord tot international gevoetbald? Of had je bij Roda al een cap op je naam? Ik heb bij Roda heb ik samen met Dick Nanninga heb ik de eerste cap gespeeld. Ja? En dat was in Tunesië. En, Tunesië uit, altijd moeilijk. Altijd moeilijk, maar we wonnen met 4-0. En ik maakte daar mijn eerste doelpunt. En ik sliep toen met Dick Nanninga op de kamer. Hij was toen, ik had toen, ik zou zeggen de fruitwinkel. Nee, hij had geen fruitwinkel, hij had een bloemenzaak. Ja. En die bloemenzaak, en op het strand waar we sliepen, daar waren van die zeldzame planten. En Dick liep daar iedere morgen langs van, wat zijn dat voor planten? Ik zeg, Dick, we kunnen ze gewoon meenemen. We doen ze, en dan nemen ze mee in het vliegtuig, dan kunnen ze daar verkopen in Kerkrade. En ze doen de... ben ik een beetje, een beetje ook zijn tweede helpende hand geworden in de bloemcircuit. Kijk, daar leren we nog eens wat. Ja. Pierre van Meulen als bloemenkwekers. Ja. De rechterhand van Dick Nanninga. Ja, ja, ja. Ja. Je bent van na Feyenoord, MVV, ben je naar Frankrijk verkast. Bij Paris Saint-Germain, Tours en Angers. Die clubs die worden in Nederland nooit meer belicht, die periode van jou. Daar. Terwijl je zeker bij Paris Saint-Germain, heb je met wereldsterren gespeeld. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik dus van Feyenoord, even naar MVV en toen naar Parijs. Ik heb het geluk gehad dat ik daar heb kunnen spelen. Het is een fantastisch stadion, fantastische club. Ook die club was te vergelijken met Roda en Feyenoord. Het waren ook, vind je alle clubs hetzelfde. Nee, maar ik kon me makkelijk aanpassen omdat de mentaliteit hetzelfde was. Ja, is dat echt in Parijs zo? Ja, de mensen in die periode, zeg maar 1985, waren jongens, kun je vergelijken met de mentaliteit van hier een beetje. Noem eens wat namen waar je daarmee gespeeld hebt. In het doel Joël Bats. De keeper van het Franse team. Ja, die is Europees kampioen geworden. Luis Fernandez. Trainer nog steeds. Trainer nog steeds. Middenvelder toen. Geweldige middenvelder. Ja. Dominique Rocheteau. Aanvaller, met die aanvaller, lange haren. Ja, en die, daar stonden 1000 meisjes langs de lijn op de training. Hij was zo populair. En, voor Rocheteau? Alleen voor Rocheteau. Dus, ik geloof, Dominique heeft al 1000 shirtjes met zijn naam verkocht. Ik had geen enkele. Oké. Dus zo kun je vergelijken. Maar het was toch meestal zo, ik word hier aangevallen door een vlieg, dus ja. Het was toch meestal zo dat...
De restjes dan, die konden de rest van de spelers meenemen, of niet? Nee, maar het is zo, hij was zo populair. En nou ja, hij stond iedere dag in de krant, zeg maar. En, het was een jongen die, ja, die heeft veel voor Frankrijk betekend. En hij was populair bij de club natuurlijk. Hoe beviel jou die periode in Frankrijk? Hoe heb je dat ervaren? Ik ben niet voor vliegen. En dat was mijn enige handicap, zeg maar. Iedere uitwedstrijd is meestal bijna 1000 kilometer vliegen. Okay. Dus van Parijs uit waren maar 3 wedstrijden met de bus. De rest was vliegen. Dus ik was het morgens al een beetje nerveus, alleen voor vliegen. Voor de wedstrijd niet, maar alleen voor vliegen was ik het meest nerveus. Voor de wedstrijd was spanning weer weg. En was de spanning weg. Ik was blij dat ik geland was. En het leven dan? Want je hebt niet alleen in Parijs gespeeld, ook in Tours en in Angers. Ja. Hoe leefde Pierre Vermeulen als god in Frankrijk? Of, Nee, ik moet wel zeggen, het is een land, kun je niet vergelijken met Nederland, zeg maar, op zich. Het is veel groter. We hadden vaak op trainingskamp zaten we in Briançon. Dat is op 2500 meter hoogte. Daar gingen we 's morgens langlopen. En 's middags gingen we een wedstrijdje spelen in de Côte d'Azur. Dus op een paar uur tijd zat je in de sneeuw en meteen op het groene veld. En dat was goed voor de bloedcirculatie. Dat was heel goed voor de conditie, ja. Voor de conditie, oké. Okay. Ja. Ben je ik moet het anders zeggen. Wat heb je overgehouden aan het voetballen? Ik heb hele leuke herinneringen. En ik ben welkom bij iedere club waar ik geweest ben. Dus dat neem je mee. En naarmate je ouder wordt, ga je het allemaal vergelijken een beetje. En ik heb alleen maar bij mooie clubs gespeeld. Daar kan ik blij mee zijn. Ja, hele mooie clubs, dat kan ik behamen bij deze. Mooiste herinnering? Eerste doelpunt in Zelftal. Tegen? Tunesië. Gelijk de eerste wedstrijd, gelijk kassa? Ja, ja, ja. Het was alleen het vierde doelpunt, dus was al, de wedstrijd was al beslist, zeg maar. Dus, en de mooiste herinneringen waren ook bij Roda toen we tegen Anderlecht moesten spelen. Dat was voor de club, zeg maar, het eerste hoogtepunt. En het waren fantastische wedstrijden. En dan hebben we nog de bekerfinale tegen PSV gespeeld. En bij Roda was een heel leuke tijd. En bij Feyenoord, ja, daar moet je voor de prijzen gaan. Ja, maar er zijn toch veel tegenstanders helemaal dol gemaakt door jou, hè? Want ja. Als jij begon te kappen en te draaien, dan gingen ze echt het bos in. Ja, maar meestal kwam het zo, als zij niet wisten wat ik ging doen, maar ik wist het zelf ook niet. Dus dan kun je nagaan hoe moeilijk het is dat zij op mij kunnen inspelen. Ja. Dus ja. Ik benut zeg maar iedere mogelijkheid een beetje, links of rechts eromheen. En 2 keer kappen, 3 keer kappen, het ging automatisch. Dus dat is meestal het talent wat je hebt. Je gaat gewoon op je talent af. En, op je intuïtie? Ja. En dat was voor de meeste tegenstanders niet te bespelen, zeg maar. Pierre, de EK is begonnen, dat heb je zeker gemerkt. Ja, ja. Waar was jij zaterdagavond? Ja, ik was op mijn verjaardag. Was je jarig? Nee, ik was op een andere verjaardag. Ja, ja. Bij vrienden. En alles was oranje uitgedost. We waren met zo'n kleine 25... Ja, hier is zelfs de cola oranje. Ja, we waren fanatiekelingen. De eerste wedstrijd is altijd het moeilijkste. Je moet in het toernooi komen, je moet groeien in het toernooi. Zeg maar zo, als je de eerste wedstrijd de beste wedstrijd speelt, dan krijg je het moeilijk. Ja, maar als je de eerste wedstrijd Denemarken hebt en daarna Duitsland en Portugal, dan verwacht je, dan moet je denk ik 3 punten pakken, niet? Ja, ja, het is namelijk zo, als je teruggaat naar 88, Europees kampioenschap, 1-0 verloren voor Rusland. Tweede wedstrijd gewonnen. 3-1 tegen Engeland. Tegen Engeland. En toen 1-1 tegen Ierland. Dus 4 punten was genoeg. Ja. Nou kan het ook zo zijn. Maar toen speelden ze in de finale weer tegen Rusland. Ik zie ons deze keer niet in de finale tegen Denemarken spelen. Ik zie ons de finale niet halen, maar de Denen ook niet. Of ben ik nou te negatief? Ik denk dat je heel veel landen hebben een goede kans. Zoals Rusland, die hebben heel goed gespeeld. Hè? En ik heb, de Russen waren verschrikkelijk snel op de counter. Ja. Ja. Dat was net vuurpijlen. Dat ging zo snel. Heb jij dan ook nog wat met Frankrijk? Je hebt daar een aantal jaren gespeeld bij 3 clubs. Ja. Die hebben ook een aardig elftal staan. Ze komen morgenavond aan de bak tegen Engeland. Ja, ja. Maar ik verwacht niet zoveel van Frankrijk op zich.
Omdat de finale Duitsland-Nederland wordt natuurlijk. Dan de finale wordt? Duitsland-Nederland. Geloof dus je dat woensdag, echt in? Woensdag krijg je de voorwedstrijd van de finale. En wat wordt het woensdag dan? Ik heb 2-0 getipt van Nederland. Ja, ze zullen wel moeten, hè? Ja, maar het mooiste ervan is, je moet. Dus je kan dat niet... heeft Nederland altijd nodig, dat moeten. Ja, nou hoeven ze niet meer te rekenen. Want, en niet meer na te denken. Niet meer na te denken, gewoon 90 minuten vlammen. Ik hoop dat en je... Dan hopen dat we met een goede spits spelen. Ja, want dat wilde ik. Ik hoop dat ze gelijk krijgen. En ik wilde vragen, wat vind je van alle kritiek op de speelwijze? Ja, ik sta daar niet achter. Op de kritiek of op de speelwijze? Op de speelwijze. Hoe zou jij spelen? Hoe is jouw voorhoede? Als ik zo'n jongens heb die toch op zo'n Arjen Robben op linksbuiten zetten. Nachtsing op rechtsbuiten. Huntelaar aan de spits. Dan kun je met Van Persie of Wesley Sneijder of Van der Vaart nog in de zijkanten. Ik vind... Nederland is in wezen een technisch land. Maar als je vanuit het middenveld niet die druk kan zetten naar voren toe, dan staan ze een beetje voren alleen. Vond jij ook dat tegen Denemarken het voetbal lange tijd heel goed verzorgd was, balbezit, ja, ja. Maar dat bij balverlies bij vlagen ook heel duidelijk werd dat we heel apathisch staan toe te kijken hoe de tegenstander voetbalt? Ja, omdat we met de linies te ver uit elkaar spelen. Ja. Dus bij iedere aanval staat Van Bommel en De Jong, die staan dan zo'n 30, 35 meter erachter. Dus als een bal door een voorzet weggekopt wordt, dan staan we te ver erachter. Dus we kunnen geen druk zetten meteen. En ik hoop dat we... Maar vind jij dat Van Bommel en De Jong, daar is ook kritiek op, samen moeten spelen of moet daar een voetballer bij komen op dat moment? Nee, ik vind dat of Van Bommel of De Jong dan moet spelen. En dan moet je een van de twee? Eén van de twee. En daar of Van der Vaart bij of een voetballer in ieder geval. Ja, Van der Vaart op links of op rechts kun je nog met Sneijder spelen. Ja. Ik ben wel blij dat jij nog een finale voor ons tegenmoet ziet. Ik denk dat heel Nederland een aardige domper te verwerken heeft gehad. Nou, je moet niet eens een domper zien. Het is gewoon de eerste wedstrijd en het is moeilijk om te beginnen. En Denemarken is natuurlijk ook een land wat... Nederland een beetje licht ook, hè? Ja. Snap je? Wie wordt Europees kampioen? Duitsland. Toch? Ja. Dat helaas, toch... helaas. Als ik het dan mag zeggen, dan hoef ik niet de finale tegen die Duitsers te spelen als we die verliezen, hoor. Ja, ik heb gezegd vanmorgen bij de jongens, zeg, luister, je kunt beter de eerste verliezen dan de laatste verliezen. Huh? Dat is waar. Dat is waar, absoluut waar. Hey Pierre, heel Limburg wil weten of jij het nog kan. We hebben voor jou een hele mooie uitdaging neergelegd. We gaan met jou een nieuw spel doen bij hier bij TV Limburg. Dat is het Kickstart-spel. Een beetje de vervanger van het oude latjetrap. We doen het nou elektronisch hier in de hal. En je mag het opnemen tegen pastoor William van Dijk uit Born. Oké, doei. We staan dus hier met onze voetballende pastoor, pastoor William van Dijk. En Pierre van Neulen bij de Kickstart. Kickstart houdt in. We gaan schieten voor punten. Ieder 3 pogingen bij elkaar opgeteld. Krijgen we dan een winnaar. Heren, duidelijk? Oké. Helemaal. Ik zou zeggen succes. Ik neem aan dat de pastoor als eerste mag. Hij heeft de TOS gewonnen. Hij heeft de TOS gewonnen. Ja. 60 punten. Dat mag voor geklapt worden, mensen. Ja. Ik haal hem wel voor jou, Pierre. 9 Interlands, daar loop ik nog wel voor. 60 punten. Je hebt 3 pogingen. Wat doet Pierre in zijn eerste poging? Sorry, Pierre. Dat noemen ze in Amerika een airball. Een airball. Oké. Betekent wel dat de volgende mag. Meneer Pastoor voor zijn tweede poging. Zo! Zo! 80 punten telt hij aan en dat brengt het totaal op 140. 140 punten. Pierre, een beurt achterstand. Maar het is tijd voor een hoge score. Anders gaat het hier gebeuren, net als bij Denemarken-Nederland, dat de underdog gaat winnen. Maar ja, wel een beetje hulp van boven, denk ik. Kijk, Pierre, kom terug. Zij het nog bescheiden, 30 punten. Tussenstand na 2 rondes. 140, 30. Derde en laatste poging. Zo! Hard in de driehoek, maar net te hoog. 0 punten, dat betekent Pierre, als jij 110 punten schiet, dat je nog gelijk komt. We hebben alleen één probleem.
Het gaat maar tot 100. De laatste poging, Pierre, voor de eer. Kijk, heel mooi, 80 punten erbij. Kom er even bij. Dat betekent... Ja, je ziet al. Dat betekent dat we een winnaar hebben met 140 punten. Wint onze pastoor van Goedel, Pierre Vermeulen. Dat betekent ook dat we aan het einde zijn van deze Thuis in Limburg. Morgen zijn we er weer. Dan is Fernando Rixen hier te gast. En G. Reinders onder andere. Absoluut de moeite van het kijken waard. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Hoi!